Hoi, leuk dat je kijkt. Welkom in mijn keuken. In deze keuken sta ik iedere dag lekkere dingen te maken voor mijn blog wateetjedanwel.nl. Zoals je waarschijnlijk weet ben ik dol op bakken, op koken en breng ik hier heel wat uren door. Dat heeft echter een nadeel. De keuken wordt snel vies. Wordt intensief gebruikt, de oven wordt heel erg intensief gebruikt, het gasfornuis, de aanrecht. Ik moet er vaak aan geloven om hier tekeer te gaan met schoonmaken. Het is alleen niet mijn hobby. Dus ik probeer altijd om tips en trucs te vinden om het zo snel mogelijk achter de rug te krijgen met zo min mogelijk energie. Want ik heb wel wat beters te doen. Ik denk waarschijnlijk dat dat ook wel voor jou zal gelden. Daarom heb ik deze video gemaakt. Samenwerking met Blue Wonder ga ik je een aantal tips geven die jou kunnen helpen in de keuken om het zo snel mogelijk schoon en fris te krijgen. Nou, ik ga je als eerste even iets vertellen over de producten van Blue Wonder. Ik ben achter een aantal dingen gekomen die ik niet wist van Blue Wonder. Ik kon het Blue Wonder wel van naam en ik heb het vaak zien staan in de supermarkt. Maar nu ik er echt kennis mee heb gemaakt, ben ik echt heel enthousiast. Waarom? Ten eerste, het is proefdiervrij, wat ik zelf onwijs belangrijk vind. Ik wil niet dat er dieren lijden voor producten die ik gebruik, hoe dan ook. Het is proefdiervrij. Dat vind ik al heel erg belangrijk. Daarnaast is het 100% natuurlijk. Er zitten geen enge stoffen in die je huid kunnen irriteren. Het is huidvriendelijk. Er zit bijvoorbeeld geen SLAS in. Er zitten geen parabenen in. Er zitten geen sulfieten in, geen chloor en geen aardolie. Nou, dat is helemaal top. De verpakkingen zijn van gerecycled plastic gemaakt. En de inhoud is biologisch afbreekbaar, dus het milieu wordt zo min mogelijk belast. En tenslotte nog één ding wat ik onwijs tof vind, is dat voor iedere fles Blue Wonder die verkocht wordt, schenkt Blue Wonder aan een kind in nood een maand lang drinkwater. En dat is natuurlijk onwijs hard nodig. Kleine moeite, groot plezier, zeg maar. Dus ja, ik vind dat heel mooi. Kopen is helpen, staat erop. En dat is het natuurlijk ook zo dan. Dus de producten zelf. Nou, laat ik beginnen met deze dan. Dit is een allesreiniger met witte ceder en bergamot. Bergamot. Ja, die maakt gewoon van alles schoon in je huis. Je aanrecht, je badkamer, je vloer, tegelvloer en muren in je badkamer en zo. En ja, ik vind dat het heel erg goed werkt. Je hebt maar een heel klein beetje nodig voor een sop. Op de website van Blue Wonder las ik trouwens, wat ook voor mij nieuw was, is dat je dit gewoon kunt gebruiken met koud water. Ook weer milieuvriendelijk, want je hoeft dus geen heet water te gebruiken om dit middel te laten werken. Super, wist ik niet. Dan is er de allesreiniger spray. Dat is eigenlijk ook net als de allesreiniger om een sopje mee te maken. Maar dan ja, eigenlijk kant-en-klaar spray. Deze ruikt wel anders en ik vind hem echt onwijs. Deze is echt mijn favoriet. Oranje, bloesem en jasmijn. Ruikt onwijs lekker. Nou, die spray je gewoon op wat je wil schoonmaken in je aanrecht of je vloer, je badkamer. En een doekje erover en het is klaar. Een beetje water dan en het is klaar. Het ruikt onwijs lekker en het werkt ook gewoon goed. Dan de kalkreiniger. Ik heb in het verleden wel kalkreinigers gebruikt, maar die roken echt niet zo lekker als deze. Dat heeft dezelfde geur, oranje bloesem en jasmijn. Super lekker, etherische olie ook. En trouwens, wat ik helemaal vergeet te zeggen is dat er zit 100% duurzame kokos- en palmolie in. En dat heeft het label RSPO. En dat betekent dat de palmolie teelt. De teelt van de palmolie is gewonnen uit gebied waar niet de bedreigde diersoorten last van hebben, zeg maar. Wat wel helaas het geval is op grote schaal met de andere palmolie die niet op die manier geteeld is. Dus ik vind het echt heel bijzonder dat zo'n product gewoon in de supermarkt ligt voor zo'n lage prijs. Ik vind het gewoon top. Het product wat ik nu ga gebruiken is de natuurlijke kalkreiniger. En die ruikt onwijs lekker naar oranje, bloesem en jasmijn. En het is wel even nodig, want ik merk gewoon dat mijn wasbakken heel snel kalkaanslag krijgen. Vooral hier rondom de kraan en ja, in de bakken zelf ook wel. Meestal los ik dat op met chloor, maar het voelt toch echt een stuk fijner om dit nu te gaan gebruiken, wat 100% natuurlijk is. Nou, wat je doet, is je doet het gewoon sprayen. Gewoon even flink zo. Ook niet al te veel nodig hoor. Zo. Ik doe even met koud water, want dat kan dus ook gewoon. En ga je gewoon eventjes erin wrijven met een doekje met een klein beetje water. Ja, je ziet gelijk al dat het werkt. Bizar. De vlekken gaan er gelijk al uit. Je hoeft het niet in te laten werken, want het werkt gewoon gelijk.
Tenzij je echt enorme aanslag hebt. Kijk, ik maak het regelmatig schoon. Dus de kalkaanslag die er nu is, die laat zich heel makkelijk verwijderen. Heb je nu echt, echt grove aanslag, ja, dan moet je het even laten inwerken. Maar ik dit kan gewoon zo. En ook even zo de kranen. En nogmaals, dat doe ik gewoon met koud water. Heet water is nergens voor nodig. Koud water werkt in combinatie met dit product prima. Beter voor het milieu. Kijk, ik haal het kalk gewoon zo weg. Bizar. Echt heel fijn spul. En het ruikt gewoon lekker. Je hebt niet een chemische walm die omhoog komt als je bezig bent met schoonmaken. Het ruikt heel fris. Extra glanzend effect. Eer van je werk. Wrijf je het nog even na met een droge doek. Of gewoon een theedoek, een droge schone theedoek. Heb je wel eens gehoord van het Shiny Sink principe? Van de Fly Lady. Als je dat niet kent, kijk er eens naar op YouTube. Moet je gewoon even zoeken naar Fly Lady Shiny Sink. Het is gewoon aanstekelijk. Het principe is dat je iedere dag moet afsluiten met een shiny sink, die dus leeg is, een lege grootsteen, maar die ook glimt. Want ja, dat gaat je leven veranderen. Klinkt een beetje Amerikaans en dat is het ook, maar ja, er zit wel een kern van waarheid in. Ik heb het een tijdje geprobeerd, dus het is lastig gevoel te houden dan je denkt. Maar als je dit zo ziet, denk ik inderdaad wel weer van ja, ik wil mijn sink ook shine elke dag. En dat gaat prima met dit spul. Dus ik raad hem absoluut aan, de kalkreiniger van Blue Wonder. Ja, als ik lege potjes heb, zoals deze met een dekseltje, dan bewaar ik die altijd. Want het is altijd handig om andere dingetjes in te doen. Alleen vaak blijft er zo'n luchtje in hangen. Bijvoorbeeld mosterd, dan blijf je maar die mosterd ruiken. Hoe vaak je het ook afwast. Nou, er is een hele makkelijke manier voor om dat te doen. Vul de grootsteen met heet water. Doe er een kopje soda bij en laat het gewoon weken. 30 minuutjes ongeveer. En daarna spoel je het af met water, goed afdrogen en je potjes ruiken niet meer zo muf en raar. Merk je nou dat de vaat in je vaatwasser niet meer zo schoon wordt, dat die gewoon wat minder aan het worden is, dan kan het zijn dat alles wat er nodig is een goede schoonmaakbeurt. Ook je vaatwasser moet af en toe schoongemaakt worden van binnen. Kun je heel makkelijk doen. Het enige wat je nodig hebt is de allesreiniger van Blue Wonder. Neem een half dopje. Doe het in de vaatwasser die leeg is en laat hem draaien op het heetste programma. Daarna zal je merken dat de kans groot is dat je vaat er weer brandschoon uitkomt. Dat is alles wat je hoeft te doen. Ideaal.